Het moet er toch een keer van komen. We gaan vandaag voor de Chip Twister. Ja, dan gaat hij al eindelijk van school. Walibi hier. Vandaag zijn we weer in Walibi. Maar het is behoorlijk druk. We staan hier op de extra parkeerplaats. Achter de Lowlands Mainstage die ze aan het afbreken zijn. En de wachttijden app die geeft toch aan dat er bijna overal ongeveer een uurtje staat. Maar het is lekker gaan. Dus het park is open tot 11 uur. En hopelijk wordt het rond etenstijd wat rustiger. Zodat we alsnog genoeg achtbaantjes kunnen pakken. We gaan de dag beginnen met een ritje in El Rio Grande. Half uurtje wachten, maar de andere wachtrijen zijn nog veel langer. Dat waren lekkere paar spettetjes op de pak in El Rio Grande. Nu onderweg naar Goliath voor een blindfolded ritje. Nou, wordt tijd voor de Goliath. Geen idee welke kant we op gaan, maar we zullen vast wel weer bij het station terugkomen. Nou, dat was een leuk geblinddoekt ritje. Daar heb ik al vaker mijn ogen bewust dicht gehouden in de achtbaan. Ja, nu kon je ze ook gewoon niet open doen. Genieten! Nou, we zijn hard op weg om meer lekker te gaan. Op naar de Condor voor een stukje suikerspin. Anders krijgen ze me dat ding ook echt niet in hoor, zonder suikerspin. Wel, wat een achtbaan. In de rij voor de Condor, maar in de rij voor een suikerspinnetje, we betalen met een ritje in Condor, krijgen we geen suikerspin. Tijd voor disco in de botsauto's. Lekker beuken met taxis op beukende muziek. Omdat de rijen bij de achtbanen iets te lang zijn, gaan we een ritje in de Tomahawk doen. Dan zijn we als goed is binnen 10 minuten aan de beurt. Nou, dat was even lekker schommelen in de Tomahawk. En aangezien overal bij elke achtbaan een rij staat van meer dan een uur, gaan we naar de kortste. Iets minder dan een uur. De Speed of Sound. Dat was 3 kwartier wachten, maar het was het waard, want het is altijd lekker om even Speed of Sound mee te pakken op je dagje Walibi. Nou, als er nog plek is, dan gaan we zo de Party Train even pakken. Maar als je het aantal mensen ziet, dan wordt het sardientjesvervoer van de NS. Dus even kijken of we hem kunnen laten ontsporen deze. Dat zou echt leuk zijn. Nee! Yes! Daar is de AliExpress. Daar staat hier een cadeautje.
bende. Het wordt een tolle bende. De laatste promoor, een party ohne Ende. We nemen nog een schop, de jury is groot. Ja, maar dan zou ik eens even kijken of we kunnen zakken. Je hebt niet heel veel ruimte, maar het moet wel eens. Zakken, 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 met die pillen. Zakken, 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 zakken. Man, 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 wat voor een fantastisch bild. Zakken, 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 zakken. Ja, geef het zien hoor. Dames en heren, voor het volgende nummer steken we allemaal twee handen hoog in de lucht. Ja, dat was hier, gaat hij al eindelijk ons volgen. We zingen hey! Hey! Oh! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Ja, goed gekeurd, dames en heren. Ja, even zwaaien, alle mensen die er niet in zitten, zullen je dat. Ja, de tekst is, het duurt te lang. Links, rechts, links, rechts. Hey, kom en mijn schoenen uit. En nu van voor naar achter. Wat is er een hele goede avond. Ja, we gaan ook even zwaaien naar die beste man in het midden die al de hele rit zit te filmen. Moet hier nu op de meijer, maar wat ga je heen? Ja, dat was heel de laatste bocht. Je rijdt net als iedereen. Na een half uurtje wachten ben ik er doorheen. Ik loop meteen door naar de bar, ik lust de muur alleen. De barman is alleen, het is best wel druk. Steek mijn vinger in de lucht, maar het geeft geen geluk. Shit. Ik heb nu gaan zingen, want je laat me nu weer wachten voor een mooie vrouw. Het duurt te lang, sta je al een tijdje met een hoofdkeur. Het duurt te lang, het duurt te lang. Ja, die mensen moeten nog een uur wachten. Dames en heren, het is al eens weer de laatste bocht. En dat betekent dat we romantisch afscheid gaan nemen. Lampjes mogen in de lucht, dat heeft helemaal geen zin overdag. Maar het is toch wel leuk. Er mag geschuifeld worden. Oh, wat een romans in deze trein. Ik zie lampjes. De sfeer is ongekend in deze ring. Die mensen denken nu wat de hel komt aan. Dames en heren, jullie waren weer gezellig, maar ik. Zou er nog één keer gezongen worden?
nummer 1 in de tweede. De dames die voor gaan het voor. Daar komt dat was eventjes lekker swingen in de feestterrein. Goed feestje, mogen ze het voor mij vaker doen. We hebben net de feestterrein gehad, gaan we nou verder met het openbaar vervoer. Even een stukje in de metro. Express, platform 13. Dat was weer even een lekkere lancering in Express, platform 13. Speedbeek, maat. Nou, het speeddaten gaan we niet aan meedoen. We zijn al bezet. Ja, ik zie ook een vol komen staan. Ik vind dit wel mooi. Je kunt nog even in de speed eten. Ja hoor, maakt me niet uit. Maar we ons pakken. Nee, maar toch wel betaald. Inmiddels beginnen de rijen ietsjes korter te worden. Het staat nog maar 3 kwartier hier bij de Lost Gravity. Loopt ook, zou ik denken dat het iets meer is. Maar we gaan er gewoon eventjes voor. Helaas mogen we niet meer tekenen, want dat was blijkbaar maar tot 7 uur. De wachttijd viel mee. Het was 5 minuutjes korter dan het de app aangaf. Dus heerlijk genoten van Lost Gravity. Dan moeten we zo meteen alleen een tent nog doen. Maar eerst even wat eten. Het moet er toch een keer van komen. We gaan vandaag voor de Chip Twister. Ja, dan is het tijd voor een lekker Chip Twistertje. Heerlijk. Met uiteraard een biertje. Roost. Wat is het? Weet je dat zo? Ja, lekker. Lekker, hè? Ja. Ja. Het is een beetje tussen de aardappels en chips in of zo. Heel vaak. Ja, een soort chips, patat, gebakken aardappeltjes. Ja. Erg lekker. Gaan we vaker doen. Ja, ga nou, dat was een lekker chip twistertje. Nou gaan we onszelf eventjes twisten in de spinning vibe. En nou is het eindelijk tijd voor een tent. Het is bijna donker, dus dan wordt genieten. It's
Het was weer een heerlijk ritje. De operations gaan alleen ietsjes te snel, want mijn arm zat ineens klem tussen de beugel. Maar supergoed van Walibi. Ik krijg als smaakje een gratis kopje koffie. Op zo'n manier mag aan mijn arm vaker vastzitten, maar niet dat het pijn deed. Nou, hou je even een gratis compensatiekopje koffie op. Wil je volgens weer een tentje gaan? Dat is 20 voor 11. 20 voor. Hebben ze de rij blijkbaar al afgesloten? Mogen we niet meer in de achtbaan? Ik vind het een beetje raar. Er staat op het bord gewoon dat hij tot 11 uur open is. De site staat dat alles tot 11 uur open is. De wachtrij is op dit moment ook zo lang dat hij om 11 uur weggewerkt is. Ik zie het probleem niet helemaal. Nou, dat was een dagje lekker gaan. Een paar kleine ergernisjes, zoals te late suikerspinnen, waardoor we suikerspinnen hebben gemist in de Condor. En dat een tent ineens 20 minuten van tevoren wordt dichtgegooid. Wat ik nog nooit heb meegemaakt, normaal is altijd sluitingstijd, is de sluitingstijd van de wachtrij. Maar dat is dus ineens veranderd blijkbaar. Toch wel een leuke dag gehad en de party train was wel het toppetje. Dat maakte het de moeite waard vandaag. En vond jij het leuk om naar deze vlog te kijken? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer gelijk eventjes. En druk ook eventjes op het belletje, zodat je geen vlog meer mist.